Nayatelier van Hully is tweede geworden bij de publieksprijs van The Circulars, een internationale prijs voor bedrijven in de circulaire economie. Oprichter Jolijn Kreuzberg reisde voor de uitreiking speciaal af naar Zwitserland. Nou ja, het was heel spannend natuurlijk, want bevind je je in Zwitserland. En dat hele World Economic Forum heeft natuurlijk ontzettend veel publiciteit gegenereerd. En we komen daar aan en ik was dus met alle andere prijswinnaars en nummers 2 werden we opgehaald in Zürich. En toen was 's avonds was daar eigenlijk een soort prijsuitreiking. Nou, elke prijs had wel weer een eigen persoon die dat uitreikte. En ter plekke word je dan genoemd en dan komt er een enorm applaus. En je krijgt natuurlijk toch wel heel veel contacten daardoor die net iets verder reiken dan Groningen. En dat is natuurlijk ook mooi. Bij Van Hully worden boxershorts van oude overhemden gemaakt door vrouwen die op de arbeidsmarkt moeilijk aan de slag komen. Kreuzberg had zich met haar bedrijf zelf opgegeven voor de Circular Award. De organisatie heeft daar een aantal uit geselecteerd. Dat zijn dus 11 genomineerden geweest voor die People's Choice Award. Ja, toen moest je eigenlijk gewoon stemmen gaan werven. Dus dan was het de meeste stemmen die tellen. En Canon is eerste geworden. Nou, ik denk dat als die al hun medewerkers vragen om één keer op de knop te drukken, dan bungel je natuurlijk al onderaan. Maar ze hebben het zelf ook als organisatie wel bij een heel groot podium van veel mensen die helemaal objectief tegenover alle prijswinnaars stonden. Echt iets opgeleverd heeft de Circular Award nog niet. Maar voor de toekomst ziet Kreuzberg veel mogelijkheden. Ik heb inderdaad wel een aantal contacten gehad met mensen die zeggen van ja, god, dit kun je gewoon zo over de grenzen ook neerzetten. En dat is ook wel fijn dat je gewoon even geholpen wordt om ook wel weer wat groter te denken dan je eigenlijk in het dagelijks leven doet. En dan zie je ineens ook wel weer de mogelijkheden die er verder zijn. En ik hoop natuurlijk heel erg dat me dat gaat helpen.